kan ik dit wel? Heb ik hard genoeg getraind? Het zijn mijn eerste spelen en we gaan voor goud. Ik wil winnen. Ik wil winnen. Ik denk dat we elke dag alles eruit hebben gehaald om straks in Parijs te kunnen shinen. Toen zei ik, mam, pap, dit wil ik ook. Ik wil ook naar de Paralympische Spelen. Voor de achtervolging nemen we onze M5 baantender mee. Die nu bij Edwin staat, die aanpast. De oude tijdritfiets gaat mee als reserve. We hebben deze voor de weg. Ik ben Tristan Bangma, ik ben 26 jaar en ik doe een Paralympisch tandemwielrennen. Ja, ik doe Paralympisch wielrennen op de tandem omdat ik visueel beperkt ben. Ik fiets dus achter op de tandem en ja, op die manier kan ik wielrennen. Als klein jongetje had ik altijd al de jongensdroom om topsporter te worden. En het liefst wielrenner is me echt met de paplepel ingegoten. Ja, en vrijdag dan op de tijdritfiets trainen. Ja, ik dacht ook nog als die niet klaar is. Ja. Maar ja, dan hebben we het aero-coachstuur niet voor die fiets. Nee. Maar dan dacht ik, anders kunnen we ook op de reservefiets. Want dan hebben we daar ook nog een keer op gefietst. Wielrennen stond altijd aan op tv. Dus ik zei, ja, ik wou dat ook. En ja, door mijn visuele beperking leek dat niet meer mogelijk. Toen ik 8 jaar was, zijn we erachter gekomen dat ik visueel beperkt ben. En uiteindelijk werd opticus atrofie bij mij geconstateerd. En dat houdt in dat mijn oogzenuwen zijn aangetast. Ja, dus de beelden die ik waarneem komen niet goed aan bij mijn hersenen. Op dat moment had ik nog een gezichtsvermogen van 25% en dat is in de jaren afgenomen tot 1%. Ik heb in principe mijn hele gezichtsveld en alles is mistig, dus je kunt het vergelijken als één groot wazig veld. En ja, dus door plastic zakjes kijken. Zelf zie ik dat niet, maar dat is hoe de artsen mij het hebben uitgelegd. Welk dorpje is dit? Nijbroek. Wat zei je? Nijbroek. Ah. Hadden we hier bij dat bord een keer de bidon neergezet of was dat weer ergens anders? Ja, dat is hier naar rechts volgens mij. Ah. En in 2012 zat ik met mijn ouders op de bank de Paralympische Spelen te kijken in Londen. En toen zag ik Patrick Bos, dus nou ja, mijn piloot nu, een bronzen medaille winnen samen met zijn toenmalig stoker Rinne Oost. Een bronzen medaille op de kilometer. En toen zei ik, mam, pap, dit wil ik ook. Ik wil ook naar de Paralympische Spelen. Ik zei tegen Michel, ik moet die reverse lunge. Wil jij helpen nadenken hoeveel gewicht ik moet? En toen zei hij, leg maar 60 in je nek om te beginnen. En toen ging ik ervan uit dat het niet 2x30 was. Ik ben Stan Zijveld, ik ben 23 jaar en ik doe een Paralympisch zwemmen. Ik denk het moment dat ik echt realiseerde dat ik mee kon doen met de top was in 2014. Toen had ik mijn eerste EK gehad en mijn eerste WK. En toen werd ik eigenlijk een soort van onverwachts Europese kampioen. Terwijl tot dat punt, ja, ik deed wel veel wedstrijden, maar ik vond het vooral heel leuk. En toen werd ik op mijn 13e Europese kampioen. En toen dacht ik ineens, oh, misschien kan ik dit wel goed. Ik was vroeger als kind best wel een beetje eigenwijs. Mijn ouders hebben me ook eigenlijk wel altijd geleerd dat ik alles meteen wel mijn rechterhand moest blijven gebruiken. Zeker omdat ik dus inderdaad blijkbaar, ja, dat was ik zelf niet bewust van, maar toen ik als baby dus wel alles met rechts wilde doen. Maar mijn ouders hebben ook bijvoorbeeld altijd gezegd, je moet wel je veterstrikdiploma halen. En ik mocht ook geen schoenen met klittenband, want ze wilden per se dat ik alles met twee handen bleef doen. Ik vind het wel fijn dat ze dat gedaan hebben en daardoor krijg je misschien ook vanaf jongs af aan al wel een klein stukje doorzettingsvermogen mee. Mijn beperking is dat ik mijn rechterhand mis. Dat is zo gebeurd bij de geboorte.
Daardoor heb ik ook een blokkade in mijn schouder zitten, waardoor ik mijn schouder niet goed kan draaien. En ik heb scoliose in mijn rug en dat is eigenlijk een vergroeiing in je rug. Ik ben eigenlijk vanaf super jong, vanuit het diploma zwemmen, ben ik al gaan wedstrijd zwemmen, omdat ik dat heel leuk vond. Alleen op een gegeven moment werd ik dus bij wedstrijden zo vaak gedisqualificeerd. En dat komt dus omdat je bij schoolslag en vlinderslag moet je tegelijkertijd aantikken. Maar ja, dat lukt bij mij niet. Toen kwam er een meisje naar mij toe en die had zelf ook een beperking. En die vertelde mij dus dat je ingekeurd kon worden bij het Paralympisch zwemmen. En toen dacht ik, oh, misschien is dat dan wel iets voor mij. Oh. Nico, had je teen? Oeh. Ja. Terwijl. Ja, ik heb wel goed geteld, toch? Ja. 3 jaar geleden ben ik ook in Tokio geweest. En ik heb daar toen echt supergoed gezwommen. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ik heb daar toen 5 medailles gehaald, waarvan 2 gouden. En de 2e goud kwam ook echt super onverwacht. Dus heel blij mee. En ja, en op dat moment dacht ik dat het mijn laatste spelen waren. Zo, lekker windje. Nog 2 maanden en 12 dagen tot de Spelen. Ik denk dat we goed onderweg zijn en proberen die titel van Tokio te verdedigen. Het was natuurlijk prachtig met het wereldrecord. En ik denk er nog vaak aan terug en hopelijk kunnen we weer iets speciaals. We kunnen echt wel harder dan toen. Ja, natuurlijk niet alleen de achtervolging, maar ook de tijdrit en de wegrit. Zeker. Ook onderdelen waar we wereldkampioen in zijn, dus ja. Ja. Je wil het eigenlijk niet, maar we horen wel bij de favorieten. Ja, daar wil ik niet te veel over nadenken. Gewoon proberen alles goed te doen en als we dat doen en geen excuses hebben. Ja. Maar natuurlijk gaan we voor 3 medailles. In Tokio pakten we natuurlijk 1 keer goud, 1 keer zilver. En we hebben nog nooit er zo goed voor gestaan als nu. Ik denk dat dat... Wil ik ook laten zien. Ik denk dat de achtervolging, dus dat echt... Dat is een beetje ons onderdeel. Ja, daar zijn we echt goed in. Niet dat ik een tijd in mijn hoofd heb zitten. Maar toch gaat het aan mij uiteindelijk alleen maar om die medaille. Ja, oké, ja, zeker. Ik wil winnen. Ik wil winnen. Kom, we gaan. Geef voorop. Dat is niet grappig. Wij trainen gewoon in een vast trainingspakje. Dus dat is gewoon een basketbalpakje. Dat is altijd korte mouwen en een korte broek. Ja, daar is niet zo heel veel voorkeur in. Behalve dat ik dus nog een onderlaagje toevoeg om het allemaal lekker te laten zitten. Ik pak eigenlijk mijn tas altijd wel in de avond van tevoren. Zodat ik op de dag zelf niks meer hoef te doen. En ik gewoon op kan staan, kan ontbijten en richting de trainingszaal kan gaan. Ik ben Bo Kramer, speelster van het Nationaal Damesteam Rolstoelbasketbal. Ja, ik ga naar de Paralympische Spelen. Op 4 september wonnen wij de Paralympische Gouden Medaille. Dus die staat er mooi naast, lekker te shinen. Ja! Ja, hier zie je, you don't need a hero, it's time to make your own. Dat is een beetje mijn levensquote. Ik ben er heel erg van overtuigd dat ik de held van mijn eigen leven wil worden. En ja, dit heb ik gekregen van iemand en hoort gewoon helemaal een beetje bij deze kast. Nou, en dan komt eigenlijk de plank met privé dingen. Dus nou ja, een lief fotootje met mijn vriendin. Mijn geboorteplaats Almere, ja, dat zal ook altijd een plekje in mijn hart houden. Mijn positie binnen het team is guard. En dat betekent eigenlijk spelverdeler. Waarbij ik dus vooral veel de bal in mijn handen heb. Ik beslis welke aanval er gespeeld wordt, welke verdediging. Maar ik ben ook wel vrij lang. Dus ik speel ook wel eens als center. En dat betekent dat je wat meer naar binnen gaat en de relatief wat makkelijkere ballen zou moeten afmaken. Je kan. Goed. Ik ben erbij. Ga maar heel goed. Het was liefde op het eerste gezicht, omdat ik voor het eerst in 4 jaar tijd weer pijnvrij kon sporten. Ik mocht rammen, ik mocht een beetje rouzen. Ik kon er helemaal niks van, maar ik vond het fantastisch. Ja, had ik gelijk zoiets van, hier kan ik nieuwe dromen gaan maken. Ik heb op mijn 11e een vorm van botkanker gehad in mijn rechter scheenbeen. Dat is per toeval ontdekt. Ik had last van een blessure aan mijn linkerknie. En toen ging ik naar de fysiotherapeut en die zei eigenlijk tegen mij, Gobbo, maak even een foto in het ziekenhuis en dan weten we even, moet je 6 weken op krukken of moet je therapie gaan volgen. Toen is ter vergelijking een foto van mijn rechterknie gemaakt, waar een stukje scheenbeen op stond en toen zagen ze allemaal witte vlekken. Nou, dit bleek een bottumor te zijn, die er zo snel mogelijk uit moest. Ze hebben mijn hele rechterscheenbeen eruit gehaald
en vervangen voor mijn eigen linker kuitbeen. Dat betekent dus eigenlijk heel letterlijk dat ik nu links nog één scheenbeen over heb en rechts twee kuitbenen. Ik kan dus wel gewoon nog lopen, maar ik kwam er wel vrij snel achter dat echt rennen, springen, snel wenden en keren gewoon heel pijnlijk was. Dus dat een valide sport eigenlijk niet meer mogelijk was. En zo ben ik uiteindelijk bij het rolstoelbasketbal terechtgekomen. Het signaal is, dan ga je op een blok staan, dan hoor je je eerste fluitsignaal, dan is er geen take your marks, maar dan hoor je een fluitje en dan ga je weg. Yes, klein tikje te diep hè, Chant, bij breakout, ja. Ik ben vanaf mijn 12e dus al gewoon in de topsport. En ik heb nooit eigenlijk echt naar school kunnen gaan. Ik heb alles zelf moeten doen, dus ik wilde gewoon super graag studeren. En ik heb ook toen ook gezegd, ik heb een heel klein nerdje in me. Dus dat vind ik heel leuk. En ik wilde heel graag aan mijn maatschappelijke carrière werken. Dus vandaar dat ik na Tokio heb gezegd, ik stop ermee. Nou, uiteindelijk ben ik uit mijn hoofd gezegd 14 maanden gestopt geweest met topsport. Ik ben wel altijd blijven zwemmen, want ik had ook een kantoorbaan bij. Na 8 uur zitten op een dag wilde ik wel gewoon heel graag even bewegen. Dus ik heb wel altijd blijven zwemmen. Maar ik denk, klinkt een beetje cliché, maar ik ben in dat jaar wel een ander mens geworden. En ik denk wel echt, een kunstenaar die moet soms ook even een stapje terug doen van zijn schilderij om te zien wat hij nou eigenlijk gemaakt heeft. En zo voelt het voor mij ook een beetje. Dus achteraf gezien denk ik dat ik vooral een andere omgeving nodig had en een ander klimaat om te beseffen wat ik nou eigenlijk met mijn leven wilde. Bordje heeft mijn leven zoveel veranderd, omdat ik kwam van een dagbesteding onder mijn woonvorm in Almere. Omdat dat ik gewoon 5 dagen in de week en achter een computer en een beetje koffie drinken.